Ik ben Oscar Kramer, ik ben projectleider bij het ingenieursbureau van gemeente Zaanstad. Als projectleider ben je eigenlijk heel breed bezig. Het kan zijn bijvoorbeeld de herinrichting van een bestaande wijk waarbij het riool vervangen moet worden en het maaiveld opnieuw worden ingericht. Het kan ook zijn een nieuwbouwproject zoals je nu eigenlijk om me heen kan zien. Dus dat er eigenlijk een compleet nieuwe woningbouw is waarbij de openbare ruimte moet worden ingericht. De uitdagingen binnen het werk zijn dat je eigenlijk op verschillende vlakken toch aan het schakelen bent. Aan de ene kant heb je intern contact met je collega's, dus bijvoorbeeld de verkeerskundige of een werkvoorbereider die bezig is met het project. Aan de andere kant zijn het natuurlijk de bewoners. In Zaanstad heb je te maken met aan de ene kant het dorpse. We staan nu bijvoorbeeld in Westzaan. Daar heb je weer hele andere uitdagingen als bijvoorbeeld bij een stukje herinrichting in het centrum van Zaandam. Zaanstad is een mooie gemeente om te werken. Het zijn leuke mensen om mee te werken. Dus ik zou in ieder geval zeggen, ga het gesprek een keer aan en kijk of wij wat voor jou zijn.